Marco, ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was geen hoogstaande wedstrijd, hè? Nee, ik denk dat er toch wel een hoop spanning op zit. Omdat je weet van, ja, nu moet het gebeuren. Nu moet je die klus klaren. Ik denk wel dat ik compliment kan geven aan het elftal. Dat ze tot de 90ste minuut strijd hebben geleverd. En al moesten ze er dood bij neervallen, zo hebben we ook gespeeld. Voetbaltechnisch waren jullie de betere. Strijd was misschien Hilgersberg af en toe al beter, hè? Nou, ik vond zeker de tweede helft Hilgersberg gewoon voetballend een hele goede ploeg. En die laten ook het balletje goed door de ploeg lopen. De eerste helft moet ik zeggen, was ik op zich wel tevreden. Het gaat erom hoe je zelf opbouwt. Hè, en een tegenstander kan zelf ook druk zetten. Je weet dat hun de tweede helft wat moeten als wij 2-0 voorstaan. Ja, dan maak je uiteindelijk die 3-0 ook. Hè, door een goede counter te plaatsen. Wat een zuiver goal was. Ja, nou ja, goed. Kijk, dat dan de grensrechter zijn vlaggetje omhoog steekt. Dat snap ik misschien nog wel. Ik bedoel, ik loop ook wel wat jaartjes in die voetbal mee. Maar hij vlagde erg makkelijk, hè? Ja, hij draaide het heel makkelijk terug. Terwijl hij eigenlijk natuurlijk zelf daar ook liep te scheidsrechter. En hij keurde hem goed in eerste instantie. Dus dat snapte niet iedereen. Maar goed, voor de rest, tevreden over je ploeg vandaag? Ja, zeker over de inzet. De inzet was meedogenloos. Kijk, voetballend de tweede helft. Ja, moet het voetballend gewoon wel beter, rustiger. Het was geen hoogstaande wedstrijd? Nee. Dat zeg ik ook. Er werd veel strijd geleverd, veel duels. En daarna moet je op het moment dat je een bal hebt veroverd, ja, iets meer voetbal gaan brengen. En dat heb ik de tweede helft wat minder gezien. Ik heb jou ontzettend veel zien coachen, meer dan normaal. Nou ja, dat zal ook te maken hebben met dat je natuurlijk gewoon zo graag en het zo graag de jongens gunt. Je kan maar alvast wat hebben een keer, hè. Het is even een tijdje geleden. Het 7 jaar geleden. Voor deze club? Ja. Oké. Ja, dat wist ik dan niet, maar ja, nou ja, mooi. Goed, je bent verzekerd van toetje en volgende week tegen Groenweg en daarna tegen CKC en dan weten we gelijk waar we staan, hè? Ja, want dat zijn natuurlijk wel de twee grootste concurrenten die ons in de nek hijgen. En trouwens, heel Hilgersberg hoorde daar zeker bij. We gaan een feestje vieren. Ja, dankjewel. Ja.